achterlijke tweede helft. Gekke werk. Echt gekke werk. Goal die wordt afgekeurd. Ik weet niet of het buitenspel was. Ja. Bal op de paal. We hebben veel kansen gehad. Heen en weer. Duels. Maar ja, eindelijk blij met de punt. Ik moet zeggen, toen het 3-0 werd, gaf ik werkelijk geen stuiver meer voor jullie. Het was tam, laks. Ik denk, nou, dit is helemaal niks. Waar kwam deze wederopstanding vandaan? Ja, ik weet het niet. We begonnen eigenlijk op zich goed. Totdat die goal viel. Nou, heel klungelig van ons. En dan, ja, dan wordt het heel moeilijk. Maar bij ons, we geven nooit op. Het zag er niet al te mooi uit. Maar ja, het eindresultaat blijkt maar weer. Ja, maar 25 jaar geleden voor het laatst een 3-0 achterstand. Of in ieder geval 3 goals verschil omgewogen. Dat is ongelooflijk. Ja, inderdaad. Maar we hebben kwaliteit. Alleen we moeten die kleine foutjes eruit halen. Zeker in de positie waar wij nu in verkeren. Maar goed, we zijn nu blij. En ja, deze moeten we doortrekken. Ja, want dit punt vier je wel als 3 punten, heb ik het idee. Ja, tuurlijk. Inderdaad. Zeker na een 3-0 achterstand. Het was even gezeik. Jij had even gedoe met de trainer. Alles nu weer in orde? Ja, zeker. Ik bedoel, sommige dingen gebeuren op training. Emoties. We zitten allemaal in een lastig pakket. Dus dat betreft. Maar ik heb gewoon goed met hem gesproken. En het is gewoon uit de wereld. Hoop doet leven. Sorry? Hoop doet leven. Ja, zeker weten. Dankjewel.